Je bent de schrijver van een prachtig boek, Esje Worden. En nou, hoe is dat zo gekomen? Ik was eigenlijk helemaal niet van plan om een boek te schrijven. Maar ik was eigenlijk 9 jaar na de dood van mijn vader zijn nalatenschap, zijn bibliotheek aan het opruimen samen met mijn zusjes. En daar kwamen een aantal lakdozen uit Japan tevoorschijn. En die zijn normaal allemaal heel mooi ingelegd met parelmoer en met kwartel-ei-schaalstukjes. Maar er was één eenvoudige lakdoos die ik eigenlijk nog nooit gezien had, want die andere kende ik wel. En die deed ik open en daar zaten allemaal driedimensionale ivoren puzzeltjes en speeltjes in. Hmm. En toen raakte ik geïnteresseerd. Ik vond het zelf al heel erg mooi. Ik bedoel, een stoffige doos doe je open en het... Een lakdoos, dus dat glimt helemaal van binnen. En dat ivoor straalt je ook tegemoet en het lag in blauwe zijde. Dus het was echt van zichzelf al een prachtig ding. Maar die nam ik mee naar huis. Mijn zusjes wilden die andere doos, ik wilde deze. Ik wist dat er iets mee was. Want er zat ook een kruispuzzel in. Een kruispuzzel is 2 stokjes zo, 2 stokjes zo en 2 stokjes erdoorheen. Die ziet er van buiten heel eenvoudig uit. Maar van binnen is het natuurlijk een ingewikkelde puzzel. Omdat met al die inkepingen, die moet je precies in elkaar puzzelen. Dus die lag nog uit elkaar. Maar ik wist dat die puzzel er was. Maar thuis haalde ik dus de verdieping van die doos daaruit. En er was een geheime bodem. En daar lagen een aantal papieren. Daar lagen een paar tangramboekjes. Maar die haalde ik eruit. En toen keek ik verder. Het was een gelig overtrekpapier. Dat vouwde ik heel voorzichtig open en in de 6 vouwdelen waren eigenlijk de 6 fases van de oplossing van die kruispuzzel getekend. Ondertekend door Mauk, door oom Mauk. Ja. MCE, tenminste niet zijn handtekening, maar MCE stond er met een datum. En hij trouwens bij ons in de familie heet hij oom Mauk, want hij was de oom van mijn vader. Ja. Dus mijn vader had het over oom Mauk en wij hadden het ook over oom Mauk. Maar een hele rare datum. Dus 21 augustus 1927. Maar toen was Mauk al 29 en woonde die in Italië. Dus toen is de vraag bij mij opgekomen, wat is ermee gebeurd? En eigenlijk, als je die tekening ziet, zie je eigenlijk dat je 6 stappen vooruit of 6 zetten vooruit moet denken op een driedimensionaal schaakbord. Hmm. Dus je hebt een enorm driedimensionaal voorstellingsvermogen voor nodig. Dus toen dacht ik, ja, misschien is deze doos en deze sterpuzzel eigenlijk een missing link in de ontwikkeling van Escher als kunstenaar. Toen is eigenlijk bij mij de vraag ontstaan, wat is de oorsprong van zijn fascinatie? Wat heeft hem gemaakt tot de kunstenaar die wij allemaal kennen? Want hij is eigenlijk een soort vergissing van de kunstgeschiedenis. Want hij heeft geen voorgangers en hij heeft geen navolgers. Dus wat waren de eigenschappen, talenten, maar ook de gebeurtenissen, de toevalligheden, de tijd en de cultuur, die er samen mee gemaakt hebben dat deze rare vogel nu juist op dat moment ontstaan is. Ja. En daar gaat het boek over. En maar ik denk dat je daarnaast natuurlijk altijd omringd bent door verhalen van je oudoom. Nou, of, dat valt wel mee. Ik ben wel altijd in mijn ouderlijk huis omringd door hem. Ja. Sterker nog, bovenaan de trap, als ik naar beneden ging, hing altijd het portret van oom Mauk, gemaakt door Ina Hooft, toen hij in het Rosa Spierhuis in Laren woonde. Wij woonden ook in Laren. En in de studeerkamer van mijn vader, in het donkerste hoekje, daar hingen de Eschers. Hmm. Mijn vader had er best wel veel. Mijn oom had er ook veel. Dus hij is altijd, ik ben altijd omringd geweest door zijn plaatjes. Ja. Het is een beetje, voor mij is het een beetje als water voor een vis. Ik heb nooit geweten dat ze niet bestonden. Ja, ja. Dat Escher niet bestond. En ik vind ook een heleboel dingen echt. Ik bedoel, daar hing de Sint-Franciscus met zijn doorboorde handen. En heel mager. Dat vond ik altijd een vreselijk eng ding. Mm. En Tante Jetta, er is een prent van Tante Jetta uit 1925. Dan is ze echt nog jong, maar ze houdt haar hoofd zo schuin geknakt. En ze kijkt naar een
Narcis, met natuurlijk ook een geknakt hoofd. Zoals Narcis ook uit zichzelf wel een verdrietige bloem is, vind ik. Dus dat vond ik ook een verdrietig ding eigenlijk. Hmm. Maar ja, er hing ook dag en nacht. Ja. De vogels die naar de dag of naar de nacht vliegen. En die vond ik fantastisch. Want dan kan je een kerkje in de dag en dan vliegen je ogen naar de nacht. Dan kijk je of dat kerkje daar ook is met een bootje en een weiland. Ja. En dan kijk je eigenlijk langs die vogels. En als je er zo de diepte in kijkt langs die vogels, dan zie je die vogels eigenlijk die van zichzelf vrij statisch zijn. Mm. Die zie je gaan bewegen in je ogen. Mm. Dat had het. Ja, fantastisch. Ja. Nou ja, je bent ook, laten we zeggen, een hele studie gemaakt. En niet alleen dat, maar... je bent ook alle gaan reizen waar hij ook geweest is. Ja, nou kijk, ik wilde naar de oorsprong van zijn fascinatie. Ja. Nogal ambitieuze wens. Maar ik wilde dus echt heel dicht bij hem komen. Hmm. En met de primaire bronnen kon ik al vrij dichtbij komen. Want nou, ik denk dat elke familie zijn eigen familietaal heeft. Ja. Maar mijn overgrootvader, dus de vader van Escher, die heeft zijn levensschets gemaakt in 61 schriften. Ja. Dus daar stond heel veel in. Hmm. En Mauk hield heel erg van schrijven. Hij was echt een bijhouder. Dus hij had dagboeken, agenda's, heel veel brieven. Soms denk je wel eens, als je niet zoveel brief had geschreven, had je misschien nog wat meer prenten kunnen maken. Maar... al die primaire bronnen die gaven dus een heel mooi beeld en hebben mij heel erg geholpen met de taal eigenlijk. Het gaat heel erg om nou, ik wilde die historische ervaring van Huizinga oproepen, dus dat je echt erin komt. En zoals Huizinga dat heeft gedaan met taal wilde ik ook doen. Dus de taal van mijn overgrootvader was belangrijk, de taal van Mauk en zijn broer, de taal van zijn zoon die 40 jaar in Canada heeft gewoond. Maar alles bij elkaar... hou je dan toch de frustratie over die iedereen heeft die zich met geschiedenis bezighoudt. Namelijk dat je er niet bij. Ja. Ja. Dus hoe wilde ik dat probleem gaan oplossen? En dat was ten eerste door met mijn handen te begrijpen wat zijn handen hebben gedaan. Dat verhaal begint met de prent Rimpeling. Die ik ooit kocht toen ik mijn onderzoek nog niet zo goed gekaderd had. Maar toen wilde ik begrijpen wat een koper van een Escher-prent, wat hem door het hoofd en door het lichaam ging. Maar dat heeft er geresulteerd dat ik die prent heb gekocht. En toen ik hem naar de restaurator bracht, is wel een leuk verhaal, dat is een van de magische momenten van het onderzoek van mijn boek, vind ik. Toen ik die prent, die dus 70 jaar in zijn lijst had gezeten, toen ik die bracht bij de papierrestaurator en hij haalde de prent uit de lijst. En wat kwam tevoorschijn? Het karton waartegen die het papier aan had gezeten. Daarin was eigenlijk het negatief van de afbeelding van Rimpeling geschreven door het licht. Je noemt dat een chemografie. Hmm. Dus dat werd nog niet zuurvrij karton gebruikt. Dus waar de takken zijn zwart, maar waar het niet zwart is, daar valt het licht door het papier op het karton. En dan gaat het licht het karton ontwikkelen, dus dat krijgt een gelige kleur. Hmm. En waar de takken zwart waren, blijft het wit. Dus die afbeelding van Rimpeling, die had zich gezet op de tijd had 70 jaar geschreven op dat karton. Dus dat kreeg ik eigenlijk cadeau. Hmm. En daarmee ben ik aan de slag gegaan. Dat is voor mij de basis geweest om die prent Rimpeling na te gaan maken. Wat overigens de enige linoleumsnede in het oeuvre van Escher is. Tenminste, wat hij rekende tot zijn oeuvre. Ja. Dus ik heb eerst geprobeerd met mijn handen te doen wat hij heeft gedaan. En, dan kom je echt helemaal in het hout snijden. Ik heb ook hout, niet alleen in linoleum, maar ook hout gesnijden. Je komt in de hele techniek. Je komt in al die verschillende gutsen, burijnen, het slijpen, wetstenen. Terwijl je dat vroeger nooit gedaan had. Nee, ik heb altijd veel getekend. Maar ik heb geen grafiek gemaakt. Nee, nee. Behalve de aardappelprint op de print. Ja. Maar je komt ook in verschillende soorten inkt en je komt in verschillende soorten papier en experimenteren hoe het papier werkt, het inkt werkt, op welk soort papier. En je komt het hele probleem met het drukken, want Rimpeling is van twee platen gemaakt, twee blokken. Dus de achtergrond met de maan erin en die takken eroverheen. En je merkt wat het betekent om hout te snijden, het werk. Dus de krullen van het hout, de geur van het hout, maar ook de hyperconcentratie die je nodig hebt. Dat je echt in een soort
geestelijke ruimte terechtkomt. Terwijl je aan het snijden bent, waar echt alle woorden ophouden te bestaan. Ja. En het duurt ook eventjes voordat je erin komt. Het is heel lekker om erin te zijn in die ruimte. Mm. Maar het duurt ook weer even voordat je eruit bent. Mm. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is geweest om zijn rol in het gezin te begrijpen. Dat hij echt wel soms... En hij was natuurlijk ook heel veel bezig, die ook vooral hier in Baarn, die prenten, die niet bestaande beelden, die mindscapes, die nog nooit iemand had bedacht, in zijn hoofd uit te werken en tegelijkertijd te denken hoe hij dat zo eenvoudig mogelijk kon doen. Hmm. Nou ja, dat is in ieder geval het stuk, dat is eigenlijk, staat dat in Rimpeling 1. En het leuke van, we zitten hier op Kasteel Groeneveld. Ik denk dat... dat die rimpeling, dat beeld dat hij had van die twee beukennootjes of twee steentjes die in het water vallen. Dat je de vervorming van de silhouetten van de bomen in de winter ziet in het wateroppervlak. Dat hij dat van deze vijver heeft, dat hij dat beeld van deze vijver in Kasteel Groeneveld heeft genomen. Ja. Dat kan niet anders. Ja, maar het is ook mooi dat je het verhaal over Escher afwisselt met rimpelingen, zoals je dat noemt, ja, met je eigen reis. Ja, ja, want de tweede manier om te onderzoeken, ja, om dicht bij hem te komen, is om zijn manier van kijken te begrijpen. Mm-hmm. Ben ik naar Italië gegaan en heb ik eigenlijk de plekken opgezocht van de prenten die mij altijd het meest nabij zijn geweest. En dat waren? Nou, het eerste is Castrovalva eigenlijk. Mm. Een prent waarvan ik al liet zien bij mijn spreekbeurt toen ik 13 was. Ja. Als ik zei, ik houd mijn spreekbeurt over Escher. Dat vond ik wel heel cool. Ja. En dan liet ik ook Castrovalva zien. En dan zei ik, nou, je kan die weilanden daar in het dal in de Abruzzen, is het in Italië. Mm. Daar kan je al zien dat hij met de regelmatige vlakverdeling gaat beginnen. Dat was onzin, was helemaal niet zo. Mm. Maar later maakte hij wel weilanden die natuurlijk in die vogels overgingen met dag en nacht, waar ik het net over had. Ja. Maar Castrovalva in de Abruzzen, nog meer andere plekken in de Abruzzen, Goriano Sicoli, Scanno. Ja. Maar ook in Calabrië. Ja, want je schrijft ook nog ergens in je boek dat je ergens zogenaamd op verboden terrein bent, maar dat je daarna goede vrienden wordt met de eigenaar van. Ja, nou, ja. Het was een Scilla, of Scilla, zoals de Italianen zeggen. En ik wist, ik was weer een prent aan het zoeken en ik had er al zoveel gevonden dat ik dacht, het voegt niet echt toe aan mijn onderzoek. Maar tegelijkertijd is het steeds heel leuk om de plek... Ik voel me ook heel erg dichtbij hem als ik die plek vind. Dat je zegt, hij moet hier gezeten hebben. Ja. Hij heeft hier, kan niet anders. Als je die prent ziet, dan heeft hij hier gezeten. Dus ik zocht die plek en die prent van Scilla, van het de haventje en het kasteel. Dit is gemaakt vanuit het water. Mm. Dus ik dacht, hij kan het niet van een bootje gemaakt hebben. Mm. Dus zo werkte die gewoon niet. Dus ik was die plek aan het zoeken en daar heb je eigenlijk de bergen. En dan een heel klein stukje voor één rij huizen. Daarvoor een weg en dan steegjes naar de zee toe. En ik keek steeds naar, liep je zo'n steegje naar de zee. Mm. Ben ik er al? En dan moest ik steeds verder. En toen zag ik op een gegeven moment een rots in zee. Mm. Toen dacht ik, dat is hem. Eigenlijk was het een rots die doormidden was. Ik dacht, daar heeft hij vastgezeten. Maar ik kon er niet komen, omdat er huizen tussen stonden. Dus toen ben ik om een huis heen gelopen en eigenlijk, like stepping stones, ben ik op die grote rots geklommen. Mm. Ja, toen hoorde ik queste un rotje particolare. Ja. Dus dat is, het is een privé rots, daar mag je niet zomaar op klimmen. Die vrouw die zei dat een beetje onaardig, maar ik keek eraan, het was helemaal geen onaardige vrouw. Mm. Maar ik dacht, toen zei hij van, weet je, wacht even, ik heb straks een mooi verhaal voor u. Mm. En toen heb ik een paar foto's gemaakt en toen ben ik van die rots afgeklommen en dan via andere rotsen naar hun terras gegaan. En toen was ze weg en toen heb ik geroepen en toen kwam ze uiteindelijk een beetje geïrriteerd naar buiten. En toen liet ik haar op mijn telefoon, liet ik zien dat ze vanaf haar terras het uitzicht hadden op een Escher. En toen ging haar gezicht echt open. Op een gegeven moment begreep ze het. En toen hebben ze, oh, we hebben thuis een boek van Escher. En toen riep ze haar man. Ja, prachtig. Saverio. Ja. Toen kwam een hele mooie, gedistingueerde man in zwembroek naar buiten lopen. En die heeft, zijn grootvader had dat huis gebouwd in 1933.
En Mauk heeft daar in 1930 gezeten. En hij heeft laten zien, ja, tijdens de bouw is die rots waar je op gezeten hebt, is doormidden gebroken. Dus de top is er afgevallen en het tussenstuk is nu het haventjes waar ze een motorboot aanlegt. En nou, dat was heel dierbaar. En ik vertelde, toen hebben ze meteen, zijn we in de auto gesprongen, hebben we naar een andere plek gegaan waar ook waar Mark ook getekend heeft. Dus dat zijn allemaal dit soort van die middag hebben Vanessa en ik daar de hele middag geluncht met de hele Italiaanse familie. Ja. Met vrienden en kinderen en kleinkinderen. Zoals dat ons vaker gebeurd is daar. Ja. Maar dus het was ontzettend leuk om te doen, samen met mijn vriendin Vanessa. Ja, ja. Dus dat onderzoek was echt super. Ja, ja. Ja, dus nou ja, daardoor ben je natuurlijk, wat je zegt, steeds dichterbij gekomen. Bij... Nou ja, je voelt, hij, ik bedoel, waarom ik nou zo opeens zo enthousiast word, is omdat wij zo hartelijk ontvangen werden daar. Omdat er zoveel toevallige dingen kunnen gebeuren in Italië. En dat heb je altijd het gevoel. En die mensen zijn zo... En ik weet zeker dat Mauk dat gevoel ook heeft gehad. Ja, dat hij, daar hij is Italië... altijd dol op Italië gebleven. Ja, en dat hij niet alleen uit Nederland weg is gegaan om die saaie tweedimensionaliteit te ontvluchten. Maar ook dat opgetogene, dat hartelijke, dat warme. Dat hij zich daar heel fijn in voelde. Ja. Misschien wel omdat hij zelf niet... Zijn eerste instinct was om heel makkelijk met mensen om te gaan. Maakte het de mensen daar het wel heel makkelijk om samen om te gaan. Dus hij voelde zich daar heel erg thuis, ja. Maar goed, uiteindelijk kwam hij toch in Baarn terecht. Nou ja. En ja. Ja, zijn zoontje George, die was in 1935 was hij 8. En moest hij lid worden van de Balilla. Van de Mussolini-jeugd, zullen we maar zeggen. Mm. En al zijn vriendjes hadden al zo'n pakje, zo'n padvinderspakje. Wat is het? Obedire, lutare, zo gehoorzamen en strijden en nog iets. En Mussolini is onze held en de redder van het vaderland en zo. Dus toen... die zoon die wilde ook zo'n pakje hebben. Ja, en toen gingen ze Mauk en Jetta echt te ver. Dus toen moesten ze echt weg uit Italië. Dus dat was een grote stap voor Mauk, omdat hij zo hield van dat land. Ja. En Jetta ook, want Jetta was ook echt gelukkig in Rome. Dat was een bruisende stad en zij was een mondaine vrouw. In Moskou opgegroeid. Ze vond het leuk als er theater was en concerten en mensen. En een Russische gemeenschap, want ze had toch wel de nostalgie naar het Rusland van voor de revolutie. Toen moesten ze weg, dat was een grote beslissing. En toen zijn ze naar Zwitserland gegaan. En dat was niks, hè? Voor hen. Ja. Dat was het bedolven onder het witte lijkkleed van de sneeuw. Ja. En die saaie bergen. Als je de bergen van Calabria of de Abruzzo vergelijkt met de Alpen, dan begrijp je dat ook. De Alpen zijn veel massiever en saaier en groter. Ja. Terwijl je in de Abruzzo heb je altijd weer nieuwe doorkijkjes, nieuwe ruimtes, die ruimte verandert. Ja. En toen hebben ze geloof ik nog in Brussel gewoond, een poosje. Ja, maar eerst wat belangrijk was, omdat ze dat Zwitserland zo vreselijk vonden. Hij werd heel ontevreden over zijn werk. En hij werd... En zijn huwelijk ging daar eigenlijk kapot. Ja. Want Jetta werd daar minder vrolijk, zullen we maar zeggen. En hij zelf ook. Dus hij heeft iets bedacht van als ik nou... Hij hield er heel erg van om met een vrachtboot rond te varen op de Mediterranee. En toen heeft hij dus de Adria Shipping Company heeft hij aangeschreven. Met een voorstel dat zij niet konden weigeren. Dat hij van elke haven die ze de vrachtboten zouden aandoen, waar hij op dan zou meereizen... een tekening zou maken en dan konden zij het uitkiezen van welke haven ze een prent wilden maken. En die konden ze dan gebruiken om mensen te werven voor de passagiershutten op die vrachtboten. Dat was toen normaal, dat op die vrachtboten passagiers meegingen. En toen is hij in 1936 met Jetta vanuit Zwitserland 2 maanden naar Fiume, wat nu Slovenië is, maar via Venetië, de hele ronde laars, eigenlijk tot Valencia en naar het Alhambra gegaan, bij Granada. En daar heeft hij eigenlijk voor de tweede keer zijn liefde gevonden voor de mozaïeken, de maniolica van de Moorse kunstenaars uit de 14e eeuw en daarvoor. Het zijn die in elkaar grijpende
tegeltjes. En in Moren mochten natuurlijk geen afbeeldingen van echte wezens maken. Dus dat waren allemaal geografische tegels. Maar met waanzinnige mooie geografische motieven en vormen. En Escher als graficus zag daar natuurlijk de poëzie van in. Want als graficus zie je altijd de vorm en de contravorm. Je ziet het boom met zijn blad, maar ook de ruimtes tussen het blad. Dus je kijkt op een andere manier. Je ziet altijd de voorgrond en achtergrond, probeer je altijd af te wisselen. Dus hij werd weer verliefd op die... hij was in 1922 ook al geweest. Maar hij werd weer verliefd op die poëzie van die tegels van de Moren. Van de Nasraïdische sultans. Die daar zaten op die prachtige vega, die hoogvlakte bij Granada. En daarmee is hij toen aan de slag gegaan. En toen is hij in Zwitserland, is hij daar heel hard aan gaan werken. En toen is eigenlijk hij en Jetta een beetje uit elkaar gegroeid. Omdat hij helemaal zijn weg gevonden had. Maar Jetta nog steeds in Zwitserland was. Dus het jaar daarna zijn ze al naar Brussel gegaan. Mm-hmm. En in Brussel heeft hij het verder uitgewerkt. En was hij daarmee bezig, maar hij kwam niet verder met die regelmatige vlakverdeling. Hè? Die vogels en die vissen die in elkaar grijpen. Mm. En een van die toevalligheden die Escher hebben gemaakt, is dat hij een broer had, Beer, die hoogleraar was in de geologie en kristallografie in Leiden. En die zei, wat jij aan het doen bent, is eigenlijk kristallografie in het platte vlak. Kristallen zijn natuurlijk regelmatige ruimteverdeling. Mm. En op het platte vlak is regelmatige vlakverdeling. En ik heb twee collega's die samen met mij bij Einstein hebben gestudeerd. En die ze vinden het vast interessant wat jij aan het doen bent. Mm. En Mauk, die natuurlijk, hij had zijn school niet afgemaakt. Hij had niet gestudeerd. Hij had de vakschool voor bouwkunde en sierkunsten gedaan in Haarlem. Die zag natuurlijk enorm op tegen die academische wereld waar die niet bij hoorde. En misschien ook wel iets van een minderwaardigheidscomplex. Dus je vond het prachtig dat, de crème de la crème van de academische wereld het interessant zouden vinden wat hij aan het doen was. Mm. Dus daar heeft hij eerst naar een wiskundige Polia en daarna naar de geograaf en wiskundige Friedrich Haag zijn werk gestuurd. En Polia die zorgde ervoor dat hij echt goed zijn systeem kon vinden. Maar je hebt natuurlijk, op basis van driehoeken, op basis van parallelogrammen, je kan de figuren laten glijden, je kan ze spiegelen en je kan ze roteren. Dat zijn eigenlijk alle manieren waarop kristallen geordend kunnen zijn op het platte vlak. Maar Haag, die had nog iets anders, die had een manier bedacht om de veelhoeken te transformeren van één veelhoek naar de ander veelhoek, terwijl het wel een regelmatige vlakverdeling bleef. Dus dat was voor hem interessant. Want hij wist al heel lang dat hij die patronen heel erg mooi vond. Maar ja, hij had net 15 jaar Italiaanse landschappen gemaakt. Waar hij heel beroemd mee was geworden binnen een hele kleine niche. Ja. Ik hou ook heel erg van het werk. Hij zag dat maar waar hij niet veel mee verdiende. Nee, hij zag dat hij daar zijn gezin niet mee kon onderhouden. Mm. En toen ging hij weer met die patronen werken. En toen dachten mensen, ja, zo'n getalenteerde kunstenaar die zulke mooie rente maakt van Italiaanse landschappen. Waarom gaat hij zich nou bezighouden met behangplaksel? Ja. Dus hij moest iets met die patronen, want die patronen zelf waren niet interessant. Het zat ook helemaal in de hoek van de sierkunst natuurlijk, van de ambachten, van de patronen, van de ornamenten. Dus dat heeft geen... Ik bedoel, in de tijd van moderne kunst, avant-garde, wordt daar natuurlijk op neergekeken, op wat de ambachterij is. Maar toen dacht hij, met die Haag kan ik eigenlijk rond elk patroon een verhaal maken. Ik kan die figuren laten transformeren. Dus ik kan van vierkanten langzaam bijvoorbeeld hagedissen maken die elkaar in hun staart bijten. Van het grijs, de oersoep van de graficus, zullen we maar zeggen, naar echt zwart en wit met zwarte hagedissen en witte hagedissen die elkaar dan bijten en echt driedimensionaal levend zijn. Dus dan kan hij een verhaal maken. Of van die vogels die ik zei, dag en nacht. Lucht en water, die de vogels die in de witte lucht zijn en de witte vissen die in het zwarte water zijn, die in elkaar overgaan. Dat is een verhaal, een heel mooi, eenvoudig verhaal dat ik kon vertellen. En toen kon hij eigenlijk zijn liefde voor die patronen delen met andere mensen. Hmm. En toen kwam er ook interesse. Ja.
Ja. Dus en, maar dat is in Brussel eigenlijk, is daar de kern van ontstaan. De eerste vier prenten, dus dag en nacht, ontwikkeling, kringloop en lucht en water, die zijn daar ontstaan. Toen heeft hij daar ook die hele lange gemaakt metamorfose. Ja. Die eigenlijk als onderliggend onder mijn boek, want het is natuurlijk mijn boek is opgedeeld als een levensmetamorfose. Ja. En toen brak de oorlog uit. Toen ging zijn vader dood, ze ging zijn moeder dood. Toen was Rotterdam gebombardeerd. En toen dacht hij, om mijn familie echt minder kwetsbaar te maken, moet ik eigenlijk daar zijn waar ook het geld van mijn erfenis is. En waar hij had met zijn broer, mijn grootvader, had hij een boerderij geërfd in Zoetermeer. Mm. Ja. En hij wilde ook daar in de buurt zijn. Dus hij voelde zich voelde zijn gezin minder kwetsbaar. Hij dacht dat hij beter voor zijn gezin kon zorgen als hij naar Nederland ging. Ja. En wat was en nou, Baarn, ja. Wat was nou een plek in Nederland waar geen bommen gingen vallen? Ja. Ja. Waar je wel een goede omgeving had. Goede school, hè, waar hij ooit geëxposeerd had. Ja. Als een van de eerste, geloof ik. Ja. Ja. En niet te ver van Amsterdam, niet te ver van Den Haag. En toen kwam hij op Baarn uit. Ook omdat hier in Villa Ekeby woonde de familie Patijn. Mm. En van de generatie van zijn ouders. Mm. En mevrouw Patijn was een vriendin van zijn moeder geweest. En hij had ook goede banden met de broer van meneer Patijn in Rome. Die was gezant bij het Vaticaan van Nederland. Dus hier, hij heeft het hier geprobeerd. En, maar ja, die school, nou, je had in Brussel nog een veel leukere school voor die jongens. Maar die school was goed genoeg. En yes, uiteindelijk is dat een prima school gebleken. En is hij hier nooit meer weggegaan, behalve op het allerlaatst. Toen hij naar het Rozenspier in Laren, ja. Waar jij hem nog bij hem op de knie hebt gezeten. Ja, ja. Ja, ik was vijf. Ja. Ja, toen wij naar het Rozenspierhuis gingen. En wij woonden net in Laren, daarvoor woonden we in Haren, bij Groningen. En ik herinner me hem wel. Ik weet niet of ik één of twee keer er ben geweest. Ik bedoel, het geheugen is ook wel een hond die gaat liggen waar hij wil. Ik bedoel, totaal onbetrouwbaar iets natuurlijk. Om met Douwe Draaisma te praten. Maar ik kan me sommige dingen wel echt herinneren. Mm. Namelijk zijn stem. Mm. Dan kan je natuurlijk zeggen, ja, komt dat niet van filmpjes van later? Mm. Weet ik niet. Mm. Zijn stem, zijn knieën, hoe ik zat, de boekenkast. Ik zag dat beeldje, dat vogelbeeldje met het vrouwenhoofd. Ik zag puntige figuren in de boekenkast. En ik weet dat ik er afgetild werd, dat ik op de grond werd gezet. Ik weet van, het was een soort sisal vloerbedekking. Ja, dat soort triviale dingen gaan herinneren. Mm. Ja, ik heb net gelezen dat het een lightbulb of een light flash herinnering heet. Dat je, als je iets belangrijks is gebeurd, dat je dus eigenlijk veel meer ziet dan waardoor het belangrijk is. Mm. Dat klopt dus. Het was, ja. Dat heb ik net gisteren gelezen. Ja. Maar ik en de bedekking van de bank. En zijn stem, die dus heel zacht en lief was. En hij had echt wel aandacht voor mij, maar ik moest snel alweer van zijn knieën af. Mm, zag ik de kamer vanuit een andere hoek. Ja. Ik zag wel, hij praatte met mijn ouders en het was wel een serieus gesprek. Mijn moeder zegt dat het over ditjes en datjes ging, maar het was voor hun de laatste keer dat ze hem zagen. Dat ze hem zagen, ja. Maar het is toch in ieder geval mooi dat je die herinnering hebt. Ja, want die herinnering, dat hoort er wel bij oom Mauk altijd. Ja, ja, ja. Het is, voor mij is die herinnering en dat portret dat hij eigenlijk in dezelfde, waar ik het eerder over had, dat hij in dezelfde stoel zit. Achterover, met zijn handen op elkaar. Ja. En die prenten die dus, als we de trap naar beneden gingen, in mijn vaders studeerkamer. Ja. Dat is toch een soort geheel. Hmm. Nog even over Baarn terug te komen. Want hij woonde dus op de Nicolaas Beterslaan eerst. Ja. En toen werd dat bezet door de Duitsers. Ja, geconfiskeerd. Geconfiskeerd. Ja. En toen is hij bij die Patijn gaan wonen, op de Van Heemstralaan. Ja, op de Van Heemstralaan. Ja. En dat Villa Ekeby, en dat had verschillende voordelen. Ten eerste dat ze er mochten zijn natuurlijk. Ja. Maar hij kon daar ook werken. Ja, hij kon daar werken.
Maar hij werkte helemaal niet hoor. Nee, hij was toch... Hij kon niet, in de oorlog kon hij niet werken. Hij heeft eigenlijk, er zijn heel veel schriftjes, regelmatige vlakverdelingsschriftjes, waar hij ontzettend het heeft uitgewerkt en allerlei patronen heeft bedacht. Mm. Want hij had niet de kracht om prenten te maken. Hij had niet de geestelijke denkkracht of de creatieve kracht om dat te doen. Dat is gewoon overleven. Nou ja, hij hield zichzelf... Ja, overleven. Ja, het werd steeds erger natuurlijk, overleven. Ja, want je schrijft ook over die hongertochten die hij maakt naar Zoetermeer. Ja, maar ook naar Overijssel. Overijssel, Want Zoetermeer, het is niet zo dat hij makkelijk met die boerderij... dat was voor... Die boer die gaf natuurlijk aan iedereen, dat was een boer van dorp, was een goede boer. Ja. Die heeft er geen gebruik van gemaakt. En die heeft, staat ook in een van die dagboeken dat hij in 2 dagen 40.000 kilo aardappelen heeft verkocht aan mensen. Ja. Waar gewoon mensen overal vandaan kwamen, omdat hij voor een menselijke prijs dat kon doen. Ja, en hij ging op de fiets daarheen. En de Mauk ging op de fiets. En hij was ook nog heel snel terug. Hij deed het in 1 dag, zo Zoetermeer. Hij bleef ook wel eens daar overnachten. En ook wel eens 2 of 3 dagen. Dat had 2 voordelen. Ten eerste dat hij zijn familie niet belastte met eten dat uit hun mond gestoten werd. Ja. Ten tweede dat hij daar zelf lekker te eten kreeg. Want daar aten ze nog voor oorlog. Ja, precies. Zoals, Maar wat een andere reden om naar Villa Ekeby te gaan was dat ze... Nou, op een gegeven moment ging meneer Patijn dood. Dus konden ze ook voor mevrouw Patijn zorgen. Maar het was een grote villa. En op een gegeven moment was Arthur, de tweede zoon, 16. En George werd 18. En die moesten voor de arbeidseinsatz. Ja. En die konden dus elk moment geronseld worden en meegenomen worden naar Duitsland. En dat wilden ze natuurlijk absoluut niet bijdragen aan de bezetter. Dus toen, daar hadden ze een manier voor gevonden. En ze kregen op een gegeven moment vanuit het Barents Lyceum, dus nog een keer thumbs up voor het Barents Lyceum. vanuit het Barents Lyceum kregen ze de waarschuwing dat er een razzia zou komen. En toen hadden ze een systeem bedacht van dat George, Arthur en Mauk om de beurt een 30 minuten moesten waken. En vlak na zonsondergang op een gegeven moment om 7:30 ochtends kwamen de Duitsers inderdaad. En toen hadden ze een heel scenario klaar. Pad naar die kamer, onder de vloer, banken erover, tapijt erover. Alles lag klaar. Mauk naar de voordeur op tijd. Want er was een oprijlaan. Dus ze konden dit op tijd doen. En toen hebben ze die Duitsers voor de gek gehouden. Sterker nog. Ze wilden alles zien. Omdat ze natuurlijk de jongens aan het zoeken waren. Want ze wisten dat de jongens er waren. Maar Mauk zei die jongens die zijn naar Friesland gegaan om te eten. Maar wij konden niet mee. Want wij waren te zwak allemaal. Dat geloofden die Duitsers. Maar die wilden toch het hele huis doorzoeken. En kwamen ze ook in de plek waar Mauk zijn atelier had. En daar zagen ze oude prenten. En dan moest hij ook nog heel lang over zijn werk praten. Terwijl de jongens onder de grond zaten. En Mietta die was nog aan het slapen. En die kwam er ook bij. Die heeft nog een deur op slot gedaan. Ja. Dus uiteindelijk hebben ze die Duitsers misleid. En ook nog een tijd in een schuilplaats gebleven om zeker te zijn dat ze niet nog slinks terugkwamen, die Duitsers. En uiteindelijk natuurlijk heel tevreden dat ze het zo gered hadden als familie. Dus dat gaf ook een boost. Ja. En Jetta was tijdens de oorlog, had ze ook echt een rol en voelde zich ook belangrijk in het gezin. Dus was daarin, leefde ook eigenlijk gek genoeg door de oorlog een beetje op, terwijl ze natuurlijk... Toen de oorlog voorbij was... Waren veel depressies. Ja, maar ze woog aan het einde van de oorlog ook nog maar 42 kilo. Ja. Maar ook 58 of zo. Met zijn 84. Dus dat is echt niet veel. Nee. Dus dat was voor iedereen een moeilijke tijd. Ook, en dat heb ik ook wel begrepen uit alle literatuur en alle schrijfsels van Mauk zelf, dat hij echt... door die honger, dan krijg je hanger, krijg je dan, hè? Hunger en anger. Dan word je echt niet zo'n leuk mens van als je van die honger. Nee. Ik heb dat ook wel met dat hanger, als ik te weinig eet. Dat wel beetje... Maar dus als je dan lang niet eet, dan... En hij rookt, hij kon natuurlijk niet roken in de oorlog. Nee. Hij rookt als een ketter altijd. Ja. Tot het eind van zijn leven ontzettend gerookt. Over nog een liefde die wij delen, roken, maar ik doe het niet meer. Oh. Helaas. Heel goed. Ja. Ja,
Dus... Maar goed, daardoor is Baarn natuurlijk toch echt een Escher-dorp geworden. Hè? Want we hebben hier natuurlijk Wim Hazeu, de biograaf. We zijn nu bezig met een soort Escher-wandeling. Je hebt hier die prachtige concentrische cirkels als je hier Baarn binnenkomt. Bij Baarns Lyceum is er een zuil, het gemeentehuis. Ja. Dus wat dat betreft zitten we hier goed. En Escher ging hier elke dag wandelen, toch? Ja, daarom zijn we hier. Ja. Escher ging hier elke dag wandelen. Dus niet alleen Rimpeling komt hier vandaan, volgens mij, maar ook Modderplas. Hoewel hij met Modderplas het niet kon laten om in de weerspiegeling van het water dan wel Italiaanse bomen af te beelden. Ja. Dus dat is, hij zat natuurlijk wel met zijn hoofd in Italië. Waarom hij niet nooit terug is gegaan naar Italië? Misschien was dat te pijnlijk. Maar dat vraag ik me toch, dat had ik hem nog wel willen vragen. Hmm. Waarom ben je nou niet gewoon teruggegaan? En zijn zonen weten dat ook niet. Jette had het leuker gevonden. Nou, ik wil zijn zonen niet lastigvallen met vragen over hun vader. Hmm. Hun zonen zeggen, en ik denk dat ik dat ook zou zeggen, ik heb mijn eigen herinneringen aan mijn vader. Hmm. En daar hoef jij niet mee te gaan rommelen. Hmm. Tenminste, het is goed, prima als je het doet. Maar ik hoef er niet aan mee te werken en ik hoef niet te lezen. Ja, want als je beschrijft hoe je George bezoekt, dat is dan ook heel met veel eerbied. Of met veel... Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, dat is... Nou, er zijn twee dingen. Ten eerste, ze hebben hun eigen herinneringen aan hun vader. Ten tweede, moet je je maar verhouden tot iemand die zo beroemd is geworden. Ze hebben natuurlijk... George was vliegtuigbouwkundig ingenieur. En Arthur en Jan zijn allebei geoloog. En die hebben prachtige carrières gehad. Mm. Best wel in de lijn van de geest van hun vader, zou je kunnen zeggen. Als geoloog en als vliegtuigbouwkundig ingenieur. Dus allebei heel erg met aarde en ruimtelijkheid. Maar ze zijn weer, ja, ik bedoel, wij hebben ons eigen leven, onze eigen carrière. We gaan ons niet blijven verhouden tot de carrière van onze vader. Dat de kunst van Mauk ook een beetje een wig is geweest in het huwelijk tussen Mauk en Jetta. Hmm. Dus dat... dat hij altijd bezig was. Ja, met... dat hij altijd bezig was. Hmm. Daardoor heeft hij dus... heeft hij niet alle aandacht aan zijn vrouw kunnen besteden. En dat is aan de ene kant ook logisch, aan de andere kant ook heel verdrietig. Vooral ook omdat je kan bedenken dat het ook andersom was. Mm. Namelijk dat hij zo aan het werk ging om het slechte humeur van zijn vrouw te ontvluchten. Ja. Zo kan je het ook zien. Dus het is een zichzelf versterkend iets. Ja. In ieder geval voor die jongens. Ja, was dat niet prettig. Nee, dus het is heel begrijpelijk dat de jongens na 10 jaar na het overlijden van hun vader hebben gezegd, weet je, zowel het werk als de rechten, wij ontdoen ons ervan. Mm. George had nog wel een verzameling van 160 prenten. En die heeft hij geschonken aan de National Gallery in Ottawa. Mm. Een mooi geschenk aan zijn tweede vaderland Canada. Ja, vind ik ook. Ja. Dat vind ik ook heel goed dat dat zo terecht is gekomen. Maar laten we zeggen dat je dichter bij Escher wilde komen, dat is heel erg gelukt. Dus voor jou, maar ook heel erg voor de lezer van je boek. Nou, dat hoop ik, ja. Ja. Ja, dus het zijn 4 delen. Het is een levensmetamorfose. Ten eerste Mauk worden, zijn jeugd. Ja. Ten tweede graficus worden. Zijn tijd in Haarlem op de vakschool voor bouwkunde en sierkunsten. Ten derde kunstenaar worden, zijn gelukkigste tijd in Italië. En daarna Escher worden. Wat komt er naar kunstenaar worden? Komt Escher worden. Hmm. Die 4 in elkaar grijpende delen, die zijn eigenlijk worden aan elkaar gewoven door wat door de rimpelingen. En dat zijn eigenlijk de resultaten van mijn onderzoek, de beschrijving van mijn onderzoek, waardoor ik heel dichtbij hem kom, waarmee ik eigenlijk het voorstellingsvermogen van de lezer nog een extra boost wil geven, omdat hij nog beter in Mauk kan kruipen als je het levensverhaal van Mauk vanuit hem leest. Mm. Want die 4 delen, die zijn geschreven als fictie. Dus ik ben eerst de bronnen, daarna in zijn huid, daarna met zijn handen en mijn handen en voeten gedaan wat hij heeft gedaan. En daarna in zijn hoofd gekropen en vanuit
hem eigenlijk het ontstaan van zijn oeuvre beschreven. Hmm. En om die lezer daarmee nog meer te committen, heb ik die rimpelingen. Want die hebben mij ook zo geholpen om zo dicht bij hem te komen. Maar bij mij heeft ook die onderzoeksmethode, de laatste onderzoeksmethode, namelijk met fictie onderzoeken hoe zijn leven is gegaan, heeft mij heel erg geholpen. Maar dat kan alleen maar als het goede fictie is natuurlijk. Mm. Dus het is, daar heb ik heel erg mijn best op gedaan. En dan nog is het een product van mijn verbeelding. Maar als je nou bijvoorbeeld alles weet van zijn leraar Samuel Yasuo de Mesquita, alles weet van Mauk op een bepaald moment, je weet dat ze samen zijn gekomen op een bepaald moment rond een bepaald onderwerp, wat hun allebei op het hart lag, wat hun zorgen en hun vreugdes waren, dan kan je een dialoog laten ontstaan. Ja, en dat maakt het boek juist ook heel levendig. Dat maakt het boek heel erg levendig. En je kan natuurlijk nooit weten, hoewel ik soms wel backup heb uit dagboeken en brieven, je kan nooit weten wat er in een gesprek precies is gebeurd. Zoals een gesprek tussen de directeur van Stedelijk Sandberg en Mauk in 1945. Wat heeft plaatsgevonden? Ja. Over een tentoonstelling van Yasuo de Mesquita. Maar wat daar precies gezegd is, dat weet niemand. Maar je kent wel Sandberg helemaal met zijn standpunt toen na de oorlog. En Mauk na de oorlog. Ja. Hoe ze allebei verschillend in de kunstwereld stonden. En wat Mauk wilde en wat Sandberg wilde met de kunst. Dat is natuurlijk super interessant. Er zijn ook heel veel van dat soort dingen zijn er niet ingekomen, hoor. Ja, nou ja, goed. Dus bijvoorbeeld tussen Beer, zijn broer, die natuurlijk de wetenschap is. Ja. En hij, die de kunst is, over Lascaux, over de grotten in Frankrijk. Ja. Maar je bedoeling is in ieder geval heel duidelijk dichterbij komen. Voor jezelf natuurlijk, maar ook absoluut voor de lezing. Ja, ja. Dus die rimpelingen helpen. Ik heb eerst een versie gemaakt zonder die rimpelingen. En daar ontbrak echt iets aan. Ja. En dus nu kan je als lezer echt nog verder zijn, nog beter je in hem verplaatsen. En tegelijkertijd maakt die rimpelingen maakt het ook een familieverhaal. Want het is natuurlijk echt een familieverhaal. Ja. Het is van mijn overgrootvader tot mijn zoon eigenlijk. Dat zijn zes generaties of zo. Ja. En dat voel je toch door die rimpeling. En dat absoluut, daar kon ik ze heel goed voor gebruiken. Zonder nou precies het te beschrijven, kan je toch die resonantie in de lezer brengen. Ja. Nou ja, de rimpeling zet zich voor naar je lezers. Zet zich voor naar de lezer. Ja, nou. Als ze nou zo elkaar inspireren als een rimpeling voortvloeit, dat de ene de ander inspireert en verder. En dan komen we toch wel misschien tot een betere wereld. We staan hier dus voor de vijver Groeneveld en het gaat me even om de weerspiegeling in het water. Want toen ik bij George in Canada was, toen vertelde hij het mijn verhaal. Aan de hand van rimpeling die bij hem aan de muur hing, dat als hij met zijn vader door het bos liep hier, en Mauk die zag zo'n weerspiegeling in het water. Wat hij dan deed, Mauk, is dat hij altijd vooroverboog door zijn benen naar de weerspiegeling keek. En wat je hersenen dan doen, is dat die maken van de weerspiegeling de werkelijkheid. En van de werkelijkheid de weerspiegeling. Dus werkelijkheid en illusie werden omgedraaid door zoiets simpels om door je benen heen te kijken. En dat was hier. In de vijver van Groeneveld. Daarom is het zo leuk dat zij er staat. Zij staat ook zo te kijken. Alleen nog net niet door haar benen heen.